Ik heropen de vergadering van de tijdelijke commissie, onderzoekscommissie van de Tweede Kamer ICT. Mede namens mijn collega Bruinslot, Fokker van Meenen en Ulebelt. Ik heet van harte welkom de heer Verhoef. We hebben elkaar al 1 keer eerder gesproken, maar toen was het niet in het openbaar. U weet het, wij zijn op zoek naar hoe het bij de overheid beter zou kunnen met ICT-projecten. En om dat met succes te kunnen adviseren, moeten we ook wel een beetje weten wat er misgegaan is natuurlijk. Is er een rode draad? Kunnen we die vinden voor wat er loos is gegaan? Daar zijn we naar op zoek. En zoals gezegd, met de bedoeling om tot aanbevelingen te komen. Om te voorkomen dat die projecten mislukken. Ik stel het zeer op prijs dat u op onze uitnodiging bent ingegaan. Het helpt als u, openhartig en duidelijk tegen ons bent. En mevrouw Fokke en ikzelf zullen de lead hebben. Zullen beginnen met de vragen. Maar de rest van de commissie luistert ook mee. En die kan er dus af en toe ook met allerlei vragen tussendoor komen. Ik wil eerst proberen u een beetje als persoon te introduceren bij ook die mensen die hier op afstand met ons meekijken. Wat is uw bijdrage als wetenschapper en wetenschappelijk adviseur met betrekking tot ICT-projecten van de overheid en het bedrijfsleven? Wat doet u zoal? Waarom kent u het veld? I solve problems, zeggen ze soms wel eens. Iets harder aan het zijn. I solve problems. Ja, meestal als er iets aan de hand is, dat kan heel goed nieuws zijn, maar dat kan ook wel eens slecht nieuws zijn. En men weet het niet meer, dan word ik wel eens gevraagd van, joh, kan jij er eens naar kijken? Niet dat ik de oplossing weet, maar ik vind het leuk om naar die problemen te kijken. Dus ik zie een hoop, zo zou je het kunnen kenschetsen. We komen natuurlijk uitgebreid daarover te spreken, maar één ding vond ik ongelooflijk interessant in de voorbereiding. U heeft ons een memo gestuurd, al ruim een jaar geleden. En daar zei u in, bij Philips loopt het allemaal best goed, bij Philips Healthcare. En daar hebben ze natuurlijk geen bovennatuurlijke krachten. Het opleidingsniveau op ICT-gebied is daar hoog en er is een heel stringent toezicht. En dat verklaart dat het daar al een heel stuk beter gaat. Is het nou zo simpel dat alleen dat al heel veel ellende, alleen dat al, hè, er komt natuurlijk meer bij kijken, maar heel veel ellende bij de overheids-ICT-projecten zou voorkomen? Nou, laten we zeggen, het niet hebben van het goede opleidingsniveau en dat er, dat er geen toezicht is, helpt in ieder geval niet. En dat kun je in elke willekeurige sector kun je dat bezien. Een advocaat mag niet zomaar advocaat zijn, een notaris mag niet zomaar notaris zijn. Zelfs de apothekersassistenten moet volgens mij eens in de zoveel maanden wat pilletjes mengen om te kijken of er niet te veel tolerantie in zit. Dus er is overal toezicht, er zijn eindtermen, opleidingscriteria, ga zo maar door. En ik zeg wel eens van ja, iedereen in de medische wetenschap die moet aan alle kanten gecertificeerd zijn, behalve degene die de röntgenbuis programmeert. En dat vindt u zacht gezegd merkwaardig? Laten we zeggen, het is historisch gegroeid, maar we zouden dat niet hysterisch moeten handhaven. Een ander punt wat me opviel was, u heeft in 2007 een keer een website van Defensie uit de lucht laten halen. Heeft u gewaarschuwd, gezegd, dit is zo stom wat hier gebeurt. Hier komt allemaal informatie op straat te liggen waar mensenlevens mee in gevaar worden gebracht. U had helemaal geen band met Defensie. Er niks mee te maken. Nee. Vertel eens, hoe zat dat? Ja, wat was dat ook alweer? Dat was naar aanleiding van Erik O. Dat is al een tijdje geleden. Ik werd een maand nadat er op die website iets bekend was geworden over vertrouwelijke bestanden, werd ik door een krant gebeld. En die zeiden van, joh, de minister heeft geroepen dat het nu opgelost is, dus kan jij eens kijken. Dus ik heb samen met een student gekeken, overigens niets gedaan wat verboden is, want dat mag niet, dus dat doe je ook niet. Dat leren wij de studenten ook. Kunt u iets harder praten? Ja, ik zal dat ding een beetje dichterbij zetten, misschien helpt dat. We doen ons best. Dus ja, ik werd gebeld door die krant en die zeiden nou ga eens kijken, zo gezegd, zo gedaan. En op de website van het Commando Dienstencentrum, daar was een folder en die folder die heette Images en in die folder stond van alles en nog wat behalve images, voetbaluitslagen, mobiele telefoonnummers, je kon het zo gek niet bedenken of het stond er allemaal wel. En als je daar, het waren iets van 3.000 of 4.000 bestanden die daar stonden,
niet bedoeld voor het publiek, laat ik het zo zeggen. Er was geen enkele link, openbare link te vinden naar die bestanden. Maar die bestanden waren zoekbaar via Google, want daar waren dingen niet uitgezet. En ja, dat zag er niet geweldig uit. En toen zat ik mij te bedenken van, nou ja, hoe erg is dat nou? En toen heb ik zitten sleutelen en op een gegeven moment vond ik een plaatje van iemand. En dan zag je voornaam, punt, achternaam, punt, gif of punt, jpeg, weet ik het wat. En met die voornaam en die achternaam kon je in het telefoonboek en op internet gaan zoeken. En in no time vond ik dat dat een chauffeur was die hoge militairen rondreed. Want dat kon ik zien op een website waar hij een cursus had gedaan voor zijn chauffeur. En hij was heel blij dat hij die cursus had gedaan. Die was heel erg leuk. Dus het idee is, je hebt redelijk onschuldige informatie die je dan vindt op zo'n website. En dat is eigenlijk niet bedoeld voor het publiek. En als je dat combineert met publieke informatie, in dit geval een testimonial van deze figuur over hoe geweldig dat rijden was, en je kon in het telefoonboek opzoeken waar die woonde. Ja, toen had ik zoiets van, nou ja, dat was na 5 minuten werk. Dacht ik van, nou ja, het leger zat in Afghanistan en als je nou rottigheid wil uithalen, dan blaas je een hoge militair op hier. Dat leek mij niet handig, dus ik heb toen gebeld met de toenmalige directeur die ik toevallig kende, of misschien is dat wel niet toevallig. En ik heb gezegd, joh, Adriaan, want zo heet hij, ik heb dit en dat gevonden. De krant die wil graag dat ik hier iets over zeg. Dat vind ik allemaal prima, maar ik vind het belangrijker dat jij het 24 uur van tevoren weet. Doe er wat aan. En zo heeft u dus onder meer als hoogleraar informatica rondkijkend gedacht, dit is toch eigenlijk te gek voor woorden, dit mag niet mogen. Ja, maar als je gaat kijken naar de diepere oorzaak, dan zie je toch, zijn de mensen die hier voor aan de lat staan wel voldoende opgeleid? En uw antwoord daarop is? Nou, ik kan het me nauwelijks voorstellen. En als het zo is, dan hebben we bij de universiteit wat uit te leggen. Oké. Okay. Ik ga zo beginnen met wat meer aanhoudelijke vragen. Maar mogen we vaststellen dat u allerwege wordt beschouwd als een nogal kritische lastpak bij het kijken naar dit soort dingen, maar dat u wel weet waar het over gaat? Ik heb inderdaad wel eens gehoord dat de perceptie is dat ik een lastpak ben, maar je moet dat ook als volgt beschouwen. Er is nooit een krant die mij opbelt en die zegt van, joh, ik heb nou gehoord, dit project gaat zo vreselijk goed, wat vind je daarvan? Dus laten we zeggen, goed nieuws is geen nieuws. Dus de enige plek waar je me dan van zou kunnen kennen als je verder niet weet wat ik doe, dat is dan uit de krant. En ja, er is helaas ook nog wel eens wat slecht nieuws te brengen. Dus daar kan die perceptie vandaan komen. Ja, goed. Maar ik ben heel hard op de feiten. Dat is wel een, dingetje. En heel hard op de feiten betekent als er ergens echt flauwekul plaatsvindt, dan goed. Moet je het ook benoemen. En als het wel goed is, is het wel goed. Ja. Goed, mag ik in dat kader eens vragen. In hoeverre is de Rijksoverheid, als we het dan over professionaliteit hebben, volgens u in staat om goed te schatten wat de kosten en de doorlooptijden van een ICT-project zijn? Hoe moeten we dat zien? Nou, het schatten van kosten en doorlooptijden, dat is kijk, dat het puur maken van de schatting, dat is op zich niet zo makkelijk. Of je nou wel of niet bij de Rijksoverheid zit. Maar wat je meestal ziet bij schattingen is dat er naast een, laten we zeggen, objectieve component ook een subjectieve component in het spel is. En de subjectieve component, hoe goed je ook werkelijk die technische schatting zou willen of kunnen maken, die subjectieve component die is een feit. En bij de Nederlandse overheid is die subjectieve component gewoon meetbaar. En wat je ziet bij de schattingen bij de Nederlandse overheid voor kosten en doorlooptijden, dat is dat ze initieel in ieder geval veel te laag zijn. Bij het begin gewoon? Bij het begin, ja. Dus de eerste schatting is laag. Kijk, de eerste schatting is meestal ook de slechtste. Want ja, we weten dan nog heel weinig. Dus het is niet zo gek dat die dan slecht is. Maar dan zou je zeggen van, nou, dan heb je met een hoge onzekerheid zit je erboven of eronder. Bij de Nederlandse overheid zit je er met bijna 100% kans onder.
Dus we schatten, de Nederlandse overheid schat als eerste schatting te laag. Als je dan vervolgens gaat kijken naar herijkingen, want dat is op dit moment transparant vanwege het IT-dashboard wat er is, dan zie je dat herijkingen pas plaatsvinden na zo'n 20% van project completion. Dus we zijn op een vijfde van het project. Dus je zit op 20% van je project. We gaan proberen die rare Engelse woorden te vermijden. We gaan proberen het in Nederlands te houden. Nou, dat wordt nog wat met ICT. We doen ons best. En ook dan zie je dat de schattingen systematisch te laag blijven. Dus het is niet zo dat men na 20% van doorlooptijd van het project zegt van nou, dan hebben we daar wat meer zicht op en dan kunnen we er ook wel eens een keer boven zitten. Dus je ziet dat langzaam kruipen wij naar de feitelijke waarde. Dat noemen wij wel de salamitactiek. En ik heb daar ooit wel eens een stukje over in een vakblad gezet. En toen kreeg ik van verschillende ambtenaren de verklaring te horen, volgens hen dan, waarom dit was. En een van de verklaringen die is mij wel bijgebleven, dat was dat die initiële budgetten en doorlooptijden, dat is eigenlijk een excuus om te kunnen beginnen. Dus dat had eigenlijk weinig te maken met werkelijke kosten en doorlooptijden. Zoals ik al zei, er zit een subjectieve component in. En die subjectieve component, die is dus kennelijk, je wil iemand overtuigen dat we toch moeten gaan beginnen. En met de salamitactiek, wat een bekende tactiek is, je ziet dat ook in de private sector, zie je dan dat als er een, als je niet meer terug kan, ik wou zeggen een point of no return, maar als je niet meer terug kan en je staat voor het voldongen feit dat het toch duurder blijkt te worden dan het is voorgespiegeld, dan moet je deze bittere pil slikken. Dat is dus ook de verklaring voor het feit. Kijk, ik kan me nog voorstellen dat je, weet ik veel, in 1998 of 2001 of 2002 met zo'n verkeerde te lage schatting begint. Maar daar leer je dan toch op een gegeven ogenblik van. En u zegt, we zijn nu 15 jaar verder en nog steeds is in bijna 100% van de gevallen bij de overheid de beginschatting te laag. Ja, daar zou je al eerder van geleerd kunnen hebben. Maar u zegt dus dat is willens en wetens. Nee, ik denk dat het ik denk niet dat het, je kunt dat niet afleiden dat het willens en wetens is. Je kunt wel constateren dat er dus kennelijk sprake is van een systematische afwijking. En die systematische afwijking is naar beneden. Als je dat nou weet. En als je natuurlijk nooit integraal onderzoek doet naar al die schattingen, dan kun je dat ook niet weten. Dan denk je alleen van, god, die dingen die worden altijd te duur. En dat hoor je overal. Dus je denkt, nou, dat is zeker een natuurwet van de ICT, dat het altijd duurder wordt en langer duurt en je krijgt minder. Hè? Dat is een soort fabeltje dat altijd aan de hand zou zijn. Dus als je daarin berust, dan is dat misschien, heeft dat niks te maken met willens en wetens? Dan denk je, nou, dat hoort schijnbaar zo. Volgens ons hoort het niet zo. Maar mevrouw Waarschot. Ja, voorzitter, op dat punt inderdaad. Want u geeft inderdaad, meneer Verhoef, aan dat de systematisch te lage schatting niet willens en wetens is. Aan de andere kant zegt u wel dat er vaak een salamitactiek in spel is. Hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? Ja, die salamitactiek, dat is dus zeg maar het gevolg van die systematisch te lage schattingen. En dat kan ook komen omdat mensen gewoon niet goed weten wat ze te wachten staat. Dus laten we zeggen, een bekend gezegde is, waar je kwaadwillendheid vermoedt, sluit onkunde niet uit. En ik denk dat dat hier zeker van belang is. Ik kom eigenlijk bijna nooit mensen tegen die precies weten wat het gaat kosten en dat helemaal zo gaan managen tot het point of no return dat jij in de boot zit. Het heeft meestal te maken met allerlei andere dingen, waaronder onvoldoende opleidingsniveau om hier gewoon scherp op te zijn. U zegt het is veel meer onkunde, gebrek aan professionaliteit dan kwaadwillendheid of omkoping of weet ik wat. Ik zou bijna denken, als het kwaadwillendheid was, dan wisten we dus precies hoe het werkte. Want dan konden we het systeem ook nog daaromheen. Maar ik denk helemaal niet dat het geval is. Ja, u zei, ik ga zo fokken, maar u zei, ik kom nog alles tegen.
Waar komt u wat tegen? In welke rol? Vertel daar eens iets over. Ik ben dat even kwijt. Nou, wat voor soort projecten spreken we dan over? Het hoeft niet bij projecten te zijn, maar u zei, ik kom hier en daar wel eens tegen dat het niet professioneel genoeg wordt begeleid vanuit de overheid, dat er niet serieus wordt gekeken naar de overschrijdingen. Vanuit welke kennis spreekt u dan? Nou, kijk, niet serieus, dat zou ik niet willen zeggen. Ik denk dat de mensen die met die schattingen bezig zijn het wel degelijk serieus bedoelen, maar... Ja, de weg naar de hel die is volgens mij geplaveid met goede bedoelingen. Nogmaals, ik denk niet dat je moet denken in termen van kwaadwillendheid en dat mensen willens en wetens, omkoping, allerlei complottheorieën. Het is gewoon onkunde. Oké, nog één vraag. U schreef in het Financieel Dagblad op 6 april 2012... Een megaproject is het recept voor mislukking. Hoe groter, des te meer kans op falen. We kunnen wel ongeveer snappen wat u bedoelt, maar ligt iets wat verder toe? Nou, als je een project gaat doen wat heel groot is, dat is nog tot daar aan toe. Maar als je een project gaat doen wat heel groot is en er zijn nog een aantal andere dingen die meespelen, dan wordt het gevaarlijk. Dus als je bijvoorbeeld niet precies weet wat je wilt... En zodra je begonnen bent, komt er elke dag weer een wens of een eis bij. Dan groeit zo'n project. Op zich is het niet erg als het eisen- en wensenpakket fluctueert. Maar als je dat weet, moet je zo'n project klein houden om ervoor te zorgen dat je dat risico kunt indammen. Hè, dus het is een optelsom van risico's. Als zo'n project groter is, is de kans groter om te falen. Maar daar moet je bij aantekenen. Als we niet precies weten wat we willen, dan komen er extra eisen en wensen bij. Maar als we wel precies weten wanneer het klaar is, namelijk 1 januari van het derde regeringsjaar, want je moet toch een wat kunnen oogsten, denk ik dan maar. Dus die deadline blijft staan. En als die deadline blijft staan, krijg je last van iets dat noemen wij tijdcompressie. En dat kan ik misschien het beste uitleggen aan de hand van een civiel technisch voorbeeld. In Bos en Lommer. Werd er op een gegeven moment scheuren in boven die parkeergarage gezien. En wat bleek, men had net even te weinig betonstaal erin gedaan en net even te kort gewacht met de nieuwe verdieping erop zetten. Dat is tijdcompressie. Je gaat iets doen, je gaat iets construeren, je gaat ergens mee bezig, terwijl je daar iets meer tijd voor zou moeten nemen dan dat ervoor staat. Bijvoorbeeld, je moet het beton wat langer laten drogen of je moet wat langer nadenken over je requirements, ik zeg maar wat. Dus als je tijdcompressie krijgt, je krijgt extra eisen erbij, die eisen blijven fluctueren, dan krijg je een hele optelsom en die optelsom samen met hele grote projecten, die is letaal. Nou zou ik me zomaar kunnen voorstellen dat een van de oorzaken van die tijdcompressie, van dat te snel storten van dat beton, eisen zijn die hier in dit huis, in deze Kamer bijvoorbeeld, aan die projecten worden gesteld via de minister en het departement? Ja, als er een deadline gesteld wordt van 1 januari gaat die en die wetgeving in, dan heb je daarmee, zonder dat je hebt gevraagd aan iemand die het bijvoorbeeld wel zou kunnen weten hoe lang het gaat duren, heb je daarmee die tijdcompressie al in de kiem neergelegd. En dan ontstaan er dus grote problemen. Dat het niet goed werkt. Als het groot is en als de eisen onduidelijk zijn en als de deadline vaststaat, dan krijg je problemen. Ja. Maar dat veronderstelt dus een hele keten van dingen. Namelijk eerst mensen die erbij betrokken zijn, die op zo'n departement zeggen, moet je niet doen, dat gaat fout, balkon verzakt. Dan in zo'n departement dat serieus wordt genomen. Dan dat vanuit zo'n departement tegen de Kamer wordt gezegd. Of zelfs dat ooit de Kamer dat zelf had bedacht om die extra eisen niet te vragen te stellen. Zie ik dat juist? Ja. We gaan er allemaal nog uitgebreider over spreken. Maar... Ja, dat zie je juist. En dat betekent dus dat we op die manier een hiërarchie van ellende zelf optuigen. Het maakt het er niet makkelijk op, nee. Dus ja, op mijn vraag dus. Mevrouw Fokker. Dan is de interessante vraag hoe wij dat natuurlijk doorbreken. Hè? Want we hebben het over doorlooptijd en kosten. Nou ja, de doorlooptijd, daar zijn we af en toe natuurlijk ook debet aan. Dat we een motie indienen en zeggen voor dan en dan moet het klaar zijn. Zijn er dan ook nog, is er ook nog andere informatie die we dus zouden moeten verzamelen en monitoren om beter te kunnen sturen op het succes? Want deze twee
factoren zijn kennelijk niet voldoende om het een succes te maken. Als je alleen stuurt op tijd en kosten en je gaat daar heel hard op zitten, dan zul je op een gegeven moment krijgen dat je binnen de tijd en binnen de kosten blijft. En ja, wij noemen dat gewenst gedrag. En dat gewenst gedrag, dat zie je inderdaad ook in de schattingen die publiek gemaakt worden in het dashboard. Je ziet dat daar, dat zeg maar de vorige schatting is hetzelfde als de nieuwe schatting. Dus je ziet daar dat heel veel schattingen blijven hetzelfde. Want ja, als je hoger zit, dan moet je dingen gaan uitleggen. Dus dat ga je niet doen. Dus dat betekent dat mensen op andere manieren ervoor gaan zorgen dat deze doorlooptijden en kosten, dat die binnen de perken blijven. Bijvoorbeeld door dingen niet te doen in termen van functionaliteit, of dingen niet te doen in termen van aspecteisen, zoals betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid, beveiliging en onderhoudbaarheid en noem het allemaal op. Dus daar gaan dan onder de motorkap allerlei dingen mis, ja. En hoe zouden we dan kunnen voorkomen dat onder de motorkap al die dingen misgaan? Want dan moeten we misschien als overheid op zoek naar andere manieren. Dan moet je dus onder de motorkap kijken. Ja, en hoe kijk ik dan onder de motorkap? Ja, voldoende opleiding voor nodig, vrees ik. Maar je kunt onder de motorkap kijken op allerlei manieren. Een van de dingen die je kunt doen is dat je zegt van, nou, ik wil niet alleen doorlooptijd en kosten hebben, maar ook omvang. Als je het even civiel-technisch beschouwt en je zegt, nou, ik wil voor, weet ik het wat, 100.000 euro ben ik een jaar bezig. En ik ga een civiel-technische constructie neerzetten. Dan is natuurlijk de vraag die je meteen hebt, ja, wat ga je dan doen? Als ik dan zeg, nou, ik ga een hondenhok bouwen. Dan weten jullie meteen, een jaar lang en 100.000 euro, wat is dat voor hond? Wat is dat voor hok? Dus daar geloof je niks van. Precies hetzelfde heb je bij de IT. Je hebt zeg maar een soort IT-maat, een soort kubieke meter van de IT-bouw. En je kunt die maat gaan nemen. Als je het eisen- en wensenpakket hebt, dan kun je op basis van het eisen- en wensenpakket een bepaalde telling uitvoeren. Dat noemen wij functiepunten. En die functiepunten die geven, dat is een soort synthetische maat, en die geeft aan hoeveel ik dan kennelijk besteld heb aan IT. Nou, als je die drie dingen hebt, je hebt de omvang, je hebt de kosten en je hebt de doorlooptijd, dan kun je in ieder geval gaan kijken of die dingen bij elkaar passen. Net zoals ik net even gaf van of ik nou een hondenhok voor 100.000 euro ga maken of een kasteel, dan weten jullie meteen, nou, dat kasteel voor 100.000 euro is veel te goedkoop, dus die initiële schatting zal wel niet goed zijn. En dat hondenhok, dat is veel te duur, dus die initiële schatting zal wel veel te hoog zijn. En zo kun je ook bij een hoeveelheid functiepunten, dus kun je zien of het een realistische planning kan zijn. En daarmee kun je dus een hele hoop ellende er al meteen uitvegen. Dus dat is één ding wat je zou kunnen doen. Je neemt er een key performance indicator bij, de functiepunt. Ja, en er zijn natuurlijk nog meer dingen die je kan doen en die je misschien ook wel moet doen. Als je gaat kijken bijvoorbeeld, noem eens wat. U heeft een mooi blauw overhemd aan. Die dingen worden in massa gemaakt en die stof wordt ook in massa gemaakt. En hoe weten we nou dat dat blauwe overhemd elke keer zo keurig blauw is? Nou, dan hebben we ergens een sensor zitten en dat gaat door het verfpad en er wordt gekeken. En als de verf iets te dun is, dan wordt dat door die sensor gezien binnen de toleranties. Wordt er een beetje extra verf toegevoegd en dan wordt precies die kleur binnen de toleranties gehouden. Dus in de procesindustrie, in dit soort industrieën, controleren wij het proces. En als we het proces maar goed controleren, dan wordt het product goed. Dat zie je eigenlijk in heel veel industrieën. Nou is het zo dat in de informatietechnologie kun je gaan kijken naar het proces, maar dat zegt helemaal niets over het product. Dus je zult niet alleen moeten kijken naar het proces. Dus als je echt wil weten wat er aan de hand is met een IT-project, moet je én naar het proces kijken, maar ook zeker naar het product. Want het is mijn ervaring dat in een proces kan van alles geroepen worden. We gebruiken die methode en we doen zus en we doen zo.
Maar die zaken die worden over het algemeen of niet toegepast, of verkeerd toegepast, of half toegepast. Excuus. Dus als je echt zicht wil krijgen op IT-projecten, moet je niet alleen aan de oppervlakte blijven hangen en kijken naar een aantal kernindicatoren, maar je moet ook wel degelijk zowel op het proces als op het product toetsen uitvoeren. En kunnen wij dat als overheid? De overheid is daartoe niet in staat. Maar hoe komt het dan? Want dit is een, het komt heel snel, hè? Ik stel de vraag en u antwoordt meteen. De overheid is daartoe niet in staat. Nou, dat vind ik een interessant antwoord. Dan zeg ik, en waarom is die overheid daar dan niet toe in staat? Ik heb de kennis die daarvoor nodig is bij de overheid nooit aangetroffen. Dus wat mijn ervaring is, is dat die kennis er niet is. Is het alleen dat de kennis er niet is? Of zegt u dat er ook nog andere punten zijn? Want kennis kun je natuurlijk oplossen. Dan kun je op den duur zorgen. Dat zou misschien dan een van de aanbevelingen zijn om iets met de kennis te doen. Of zijn er ook nog andere? Zorgen dat er meer kennis komt bij bijvoorbeeld de Rijksaccount, de Rijksauditdienst, Rekenkamer, alles wat kijkt naar die IT-projecten, dat zou een heel goed punt zijn. U zegt dus, als we het beter organiseren bij de overheid, om de kennis van zowel de planken die we nodig hebben voor dat hondenhok, als hoe we dat hondenhok in elkaar zetten, als de tijd die we daarvoor nodig hebben. Ik blijf maar even bij uw vergelijking. Als de kosten die daarvoor gebaat zijn. Ja. Als we dat beter regelen, dan hebben we een x procent, en wat is x, van het probleem van de verspilling opgelost. Als je dat beter regelt, dan kun je dus in ieder geval heel goed zien. Als een systeem dreigt te gaan falen, dan kun je dat heel vaak heel erg in het begin al zien. Ik zag twee andere collega's op het puntje van de stoel. Het eerste, Ulebelt. Heb ik het nu goed dat u heeft eerder een integrale index bepleit? Beveelt u ook aan om die te ontwikkelen? Als dat de oplossing is, waarom is hij er dan niet? En als hij er niet is, wie zou hem kunnen maken? En wie moet daarvoor opdracht geven? Bent u de man die dat moet doen? Zijn er anderen die dat kunnen? Ja, ik heb inderdaad wel eens geroepen, hè, want zoals u al zei, we kijken naar kosten en doorlooptijden. En ik zeg van, nou, je moet naar meer dingen kijken. Want, en dit gaat even over dat dashboard, hè, waar u het over heeft. Daar staan nu verkeerslichtjes op, rood, groen en oranje. Even toelichten. Het dashboard is, ligt u het zelf even toe, het dashboard van de overheid? Ja, het ICT-dashboard. Ja. Nou ja, dat is een website waar voor de grote projecten graadmeter staat met verkeerslichtjes rood, oranje en groen volgens mij. Nee hoor, alles staat op groen. Maar er zijn drie kleuren, hè? En het is voor niet iedereen goed te begrijpen wat die kleuren betekenen. Maar die kleuren betekenen, groen betekent dat je minder dan 10% afwijkt ten opzichte van de laatste herijking van kosten en doorlooptijden. En oranje betekent dat dat bedrag iets hoger is en rood betekent dat dat bedrag nog iets hoger is. Dus dat dashboard, daar kan je heel snel van denken dat meet, gaat het goed met mijn project? Maar dat meet, wat is de afwijking ten opzichte van de laatste herijking en is die meer of minder dan 10% van kosten en doorlooptijden? Nou ja, het is niet zo gek dat dat na een tijdje op groen gaat staan, want niemand vindt het prettig om te horen te krijgen van, hey, dat staat bij jou op rood of op oranje, wat is er aan de hand? Er is een hele simpele manier om dat op groen te zetten, namelijk gewoon een herijking uit te voeren die binnen de 10% ligt. Dus dat is in ieder geval wat de huidige situatie is. Nou heb ik gezegd van, ja, als je aan meer knoppen zou kunnen draaien. He, want nu kunnen ze aan heel veel knoppen draaien, waardoor die twee kennelijk zodanig blijven dat het allemaal op groen staat. Maar het op groen staan van zo'n project bij dat dashboard zegt gewoon hoegenaamd niets over hoe het werkelijk met dat project gaat. Dus als je dat zou willen weten, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, pak nou die functiepunten er ook bij. Want als je dan zegt van, nou, ik moet binnen budget blijven, maar weet je wat, ik gooi de helft van het systeem weg, dan kan je bij een herijking zien van, hé, de helft van het aantal functiepunten is weg. Dus dan gaat die toch op rood, want je hebt ineens veel minder gedaan. Of als je zegt van, nou, weet je wat, de security, dat doen we later wel. Of klopt het allemaal wel met de privacy? Nou ja, daar hebben we nu even geen budget voor.
Dus als je dat integrale gaat bekijken, en dat is dus niet zo makkelijk. Je kunt functiepunten kun je gewoon laten meten. Daar is een ISO-standaard voor. Er is ook een Nederlandse variant van. En er zijn mensen die dat gewoon gecertificeerd kunnen doen. Dus daar is er gewoon uit te komen. Maar op het moment dat je gaat kijken naar die aspecteisen van wat ik ga bouwen, wordt dat wel onderhoudbaar? Want je kunt het veel goedkoper bouwen als je je daar niet mee bezig hoeft te houden. En dan blijf je dus binnen budget. Alleen zodra het dan operationeel wordt en je moet gaan onderhouden en beheren, dan komen de kosten. Ja, want ik lees dat u heel veel punten erin wil hebben. Niet functionele eisen, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid, maatschappelijk. Een hele hoop. Wanneer kunnen we die Verhoef integrale index, noem ik hem dan nu maar even, verwachten? Of is hij überhaupt te maken? Kijk, je kunt want altijd, als hij te maken is, gaan we hem de Verhoef index noemen natuurlijk. Ja. Dat begrijpt u. Nou, dat zou te veel eer zijn. Nee, kijk, je moet je voorstellen, als je in één getal wil samenballen hoe het gaat met een project, dan moet of alles erin zitten, of het zit er niet allemaal in, en dat laatste is meestal het geval. Ook als het een integralere index zou worden. Kijk, het is heel verleidelijk voor bestuurders om te zeggen van nou, als het een 7 plus is, nou, dan hoeven we er verder niet naar te kijken. En zodra het bij de 5,5 komt, dan moeten we. Dus dat is heel verleidelijk om dat te doen. Maar de bottom line is, zoals ik al aangaf met het overhemd, je zult het product moeten bekijken terwijl men ermee bezig is. Dus dat is eigenlijk een beetje vervelend, maar daar ontkom je niet aan. En je zou in zo'n integrale index dan ook kunnen opnemen dat er toetsen zijn uitgevoerd en wat eruit is gekomen. Maar ik denk, als je nou toch die toetsen uitvoert, dan kun je beter kijken naar wat is het resultaat van die toets. En als daarin staat, nou het gaat wel goed, alleen deze 5 punten niet, dan heb je dat gewoon scherp. De vraag is alleen of je dat op een index moet zetten die voor iedereen zichtbaar is. Mevrouw Fokker gaat verder met een paar vragen over waar we naartoe zouden moeten. Maar nog één keer voor mijn begrip. U zegt dat allemaal zo losjes en rustigjes en voorzichtig. Maar u beschrijft een incompetent functionerende overheid, als ik goed naar u luister. Namelijk, er zit geen kwaliteit op de sturing van die ICT-processen. Ik wil zeker weten dat ik dat goed begrepen heb. Er zit zeker onvoldoende kwaliteit op sturing van ICT bij de overheid. En heeft u een verklaring, en dan hou ik op, heeft u een verklaring hoe dat komt? Waarom wil die overheid niet zelf verbeteren? Ja, ik weet niet of het een kwestie is van willen, hoor. Dan nog opener. Waarom gebeurt het niet? Ja, ik vind dat ook wel een mirakel eigenlijk. Nou, misschien gaat het helder te krijgen. Ga ik even terug naar dat hondenhok. Als ik een hondenhok zou willen bouwen, dan zou ik 2 dingen kunnen doen. En ik zou moeten schatten wat dat kost en hoe lang dat gaat duren. Dan kan ik 2 dingen doen. Dan kan ik proberen mijzelf dat eigen te maken. Of ik kan het aan mijn buurman vragen die al 20 hondenhokken heeft gebouwd en die dat weet. Nou ben ik even die overheid. En die kan ook 2 dingen doen. Die kan zichzelf versterken op dit vlak. Of bij mensen zoals u, kan even uit van een onafhankelijk orgaan of personen die zouden kunnen helpen om zowel die schatting als die manier waarop je tussentijds controleert aanzienlijk te verbeteren. Zou allebei kunnen, of kan het niet? Nee, moet het sowieso aan de kant van de overheid beter? Ik denk dat u het helemaal mis heeft. Ah. Laten we even teruggaan naar het hondenhok. U zei iets heel belangrijks. U zei, of ik ga me dat eigen maken, of ik vraag het aan de buurman waarvan ik weet dat hij er al 20 gemaakt heeft en die kan dat goed. Daar zit een heel groot pijnpunt, want de overheid mag deze vraag niet stellen. Ah. De overheid is gebonden aan het Europees aanbestedingsrecht en bij het Europees aanbestedingsrecht zijn 2 gunningscriteria. Het gunningscriterium wat u hanteert, dat heet past performance. Maar dat mag niet. Dus de bottom line is, iets meer uitleggen, past performance. Past performance. U zegt, ik neem iemand
waarvan ik weet dat hij al 20 hondenhokken keurig in elkaar gezet heeft. Dus dan weet u iets over de past performance, over hoe goed heeft die figuur dat de vorige keer gedaan. Bij de Nederlandse overheid is het zo, degene die het project verknald heeft, die kan gewoon in de volgende keer de aanbesteding weer winnen. Dat begrijp ik, maar dan gaat het even over het bouwen van het hondenhok. Waar ik naar op zoek ben, is ik wil weten hoeveel het kost en hoe lang het ongeveer gaat duren. Maar ook dat... Dus mag ik die vraag wel stellen? Ook even. Dat kunt u alleen maar Europees aanbesteden. Dus u kunt niet zeggen van ik wil die hebben die me dat gaat vertellen, want ik weet dat die dat kan. Maar je moet een hele specificatie opschrijven van iemand die dat zou kunnen. En er zijn er allerlei mensen die dat blijken te kunnen en wel voor de laagste prijs. En daar zult u het dan mee moeten doen. Zou dat moeten mogen in uw ogen? Zou dat helpen als dat mocht? Ik heb geen verstand van juristerij. Maar ik weet wel... Nou, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Dat Europese aanbestedingsrecht, dat is er ongetwijfeld niet voor niets. Daar hebben mensen hard over nagedacht. Ik denk dat dat te maken heeft met gezonde concurrentie, nieuwkomers op de markt een kans bieden en noem het dan maar op. Dus ik denk dat daar met dat Europese aanbestedingsrecht misschien niet al te veel mis is. Alleen het grondpersoneel wat deze zaken uitvoert, daar zit misschien een probleem. Maar ik speculeer, want dat... En laten we zeggen, dit soort dingen, dit gaat echt heel ver. Ik zal u een voorbeeld geven wat ik een tijdje terug hoorde. Er werden uren aan besteed. Junior, medior en senior ICT'ers. En bij dat aanbesteden van die uren, ja, dan moet je een economisch prijsmodel opstellen. Dus nou, er was een prachtig economisch prijsmodel gemaakt van, nou, weet je wat... Je krijgt 100 punten als je de goedkoopste bent op juniors en medios en seniors. En als je nou twee keer zo duur bent, ja, dan krijg je 0 punten. Want ja, dan ben je wel erg veel duurder dan de goedkoopste. En misschien moeten we dat ook niet willen. En dan was er nog een kost overige posten. Wat is er gebeurd? Dit werd zeer creatief ingevuld door sommigen. Want er werd gewoon een miljoenste eurocent per uur gerekend voor de junior, de medior en de senior. En dan ben je dus al snel twee keer te duur als concurrent. En voor de post overige kosten werden enkele tientallen miljoenen neergezet. En die post overige kosten die was daar niet voor bedoeld, maar ja, dat was niet verboden. Dus wat je hier ziet is een soort wapenwedloop tussen spreadsheet-ridders... In plaats van dat we met z'n allen aan het werk zijn om te zorgen dat dat probleem van die klant wordt opgelost. Dat hondenhok moet namelijk gebouwd worden en daar heb je een goede timmerman voor nodig en iemand die dat een beetje mooi tekent en dat voor elkaar krijgt. Dus er is echt wel een wapenwedloop gaande tussen ICT-dienstleveranciers aan de ene kant die op alle mogelijke manieren de grenzen opzoeken om... Ja, toch voor een redelijk bedrag iets gedaan te krijgen bij de overheid. En de overheid die met allerlei economische prijsmodellen probeert de beste mensen voor de beste prijs te krijgen, maar daar ook niet in slaagt. Dus die aanname, die simplistische aanname die ik overigens sterk onderschrijf. Ik zou namelijk graag zien dat mensen die hebben bewezen dat ze het kunnen, het gaan doen. Met inachtneming natuurlijk, dat als er nieuwkomers op de markt komen, dat je die wel een kans moet geven. Dus hoe je dat in zo'n Europees aanbestedingsrecht zou moeten aanpassen, ik zou het echt niet weten. Maar de bottom line is, als ik het heel gechargeerd zeg, de mensen die het worden, kunnen het niet. En de mensen die het kunnen, worden het niet. En daar zit je, zeg maar, als overheid tegen dat dilemma zit je aan te kijken. Dat lijkt me een buitengewoon heldere afsluiting van dit blokje. Ik kijk even rond of iemand... Nee. Dank u zeer tot hier. Ik wou even tussendoor aan u vragen. Kunt u op basis van uw feitenonderzoeken, van uw kennis... een indicatie geven van de kosten die wij zo per jaar in Nederland... en dat komt niet op een 100.000 meer of minder. Een miljard. Vanmorgen was hier meneer Mulder. Die is ook niet helemaal van de straat. En die kwam tot een schatting van 4 tot 5 miljard per jaar... Wat is uw schatting? Want we horen verschillende bedragen. Ik vraag het 4 tot 5 miljard per jaar wat? Verspilling. In die zin dat projecten niet werken. Zo zeg ik het toch goed? Ja, ik denk dat we dat... Kijk, ik zeg op voorhand... Ik weet niet wat de verspilling is. Dat weet ik al heel lang niet en dat weet ik nog steeds niet. En ik denk dat dat eigenlijk nog wat... alarmerender is dan mensen die zeggen dat ze het wel weten.
Als je namelijk weet wat de verspilling is, dan weet je ook wat de totale uitgaven zijn. Hij definieert het in termen van projecten die niet werkten. Die niet brachten wat men ervan verwachtte. Ja, dan zouden we daar dus dit jaar... Of nooit tot stand kwamen, sorry. Ja, nou kijk. Ik denk eerlijk gezegd dat je dit niet kunt weten, omdat er geen integraal overzicht is van al die projecten. Je kunt denk ik wel, als je wat slim rekent en tekent, allerlei inschattingen gaan maken. Maar ja, dan moet je het een beetje zo zien. De Belastingdienst die heeft een IT-jaarbudget van ergens 900 miljoen, geloof ik. En dan heb je het UWV, dat is ook een groot verbruiker. Ik weet niet precies wat die doen, maar die zullen 400 tot 600 miljoen doen. Nou, dan moet je je gaan afvragen van ja, wat is daar dan verspilling? Ik bedoel, en daar wordt het al heel lastig. Want verspilling wordt meestal gedefinieerd als het verschil tussen de feitelijke waarde en de eerste schatting. Maar dat verschil is de kwaliteit van je eerste schatting. En die is meestal slecht. Dus je moet heel voorzichtig zijn met dit soort cijfermateriaal. Wat ik wel eens gedaan heb, is ik heb op basis van de eerste jaarrapportage die is verschenen van grote projecten bij de overheid, heb ik gemonetariseerd wat ik denk op basis van benchmarks dat de risico's zijn in termen van geld. En op basis, dat waren in de tijd iets, geloof ik, iets van 70 projecten. Ik heb de precieze bedragen niet, maar het stukje is publiek, dus iedereen kan dat nalezen. Ik geloof dat het iets van 70, 73 projecten waren. Op dat totale IT-budget, dat totale IT-budget was volgens mij iets van 4 miljard. En op dat totale IT-budget heb ik op basis van benchmarkberekeningen geconstateerd dat daar tussen de, ik geloof tussen de 400 miljoen en de 2 miljard mogelijk aan faalkosten zit. Als ik daarvan aftrek de faalkosten die ik in de private sector zie, want die heb ik daartegen afgezet, dan wordt het lager. En dan moet je denken aan tussen de 200 miljoen en een miljard. En dat is dan op basis van de 73 grote projecten die gepubliceerd zijn. Ik dacht in de tijd door mevrouw Kroes, was dat volgens mij. Zou we even moeten nagaan. Maar u komt dus wat lager uit, maar u zegt eigenlijk, ik kan het niet eens preciezer zeggen. En dat is nog veel zorgwekkender. Ik denk dat de bottom line is dat we dit niet weten. Ik heb zeg maar dan op basis van publieke informatie, benchmarks en 6000 projecten van de private sector waar ik beschikking toe heb door mijn onderzoek inschattingen gemaakt van wat dat zou kunnen zijn. Vervolgens heb ik ook gezegd van nou laat ik nou eens de komende jaren kijken of ik binnen die bandbreedte blijf. En elk jaar zitten we binnen die bandbreedte. Aan de lage kant, maar dat komt omdat je niet alles in de krant leest. Dus op basis van publieke informatie zou je kunnen zeggen, nou, het zit ergens tussen de paar honderd miljoen en een miljard aan potentiële faalkosten. Gebaseerd op benchmarks, er zitten 100.000 mitsen en maren aan. Maar ik zou het lastig vinden om, ik probeer het even uit mijn hoofd te doen, om te komen op faalkosten van 4 of 5 miljard per jaar. Dat zou ik lastig vinden. Gewoon op basis, omdat ik denk, ja. We nodigen niet voor niks zeer verschillende mensen uit. Ik heb nog één vraagje op dat punt. Uit ons eigen casusonderzoek blijkt dat de kwaliteit nogal eens gebrekkig is van allerlei gegevens die er bij de overheid zijn. Wat is uw mening over de kwaliteit van de gegevens uit het Rijks-ICT-dashboard waar we het al even over hadden? Dus niet hoe het verder wordt gebruikt om uiteindelijk bij al die keurige groene verkeerslichten te komen, maar de onderliggende gegevens. Nou, in het algemeen is het zo dat als je niet met 10 PhD-studenten boven een bellenvat staat te kijken bij de CERN en alles keurig bijhoudt en je dataverzameling extreem goed op orde hebt, dat het dan bijna nooit echt goed is. Hè? Dus ik weet niet wat de term is in het Nederlands, maar een stray value, dus zeg maar een soort rare waarde. Als je hele gecontroleerde experimenten doet, moet je niet gek opkijken dat al 10% van je gegevens rare waardes zijn.
Dus als we nu te maken hebben met gegevens die verzameld worden door mensen die daar niet in geschoold en of getraind zijn, betekent het dat de kwaliteit van die gegevens, die is gewoon doorgaans niet geweldig. Maar daar hebben wij een vak voor, dat heet statistiek. Statistiek is het vak dat houdt zich bezig met hoe kan ik betrouwbare uitspraken doen over onbetrouwbare data. En met statistiek kan je dus uitbijters vinden en zeggen, nou dat is een, ik zie een hondenhok van 100.000 euro. Nou, daar heeft waarschijnlijk iemand ergens 2 nulletjes te veel, die bel ik even op. Snap je? Dus met statistiek kan je al die uitbuiters vinden, kan je hele rare waardes eruit zeven en op die manier kan je gaafgemaakte data, bij het CBS zijn ze daar volgens mij best goed in, kun je met gaafgemaakte data kun je toch allerlei conclusies trekken. Dus ja, ik ben nooit zo onder de indruk van data die niet op orde is, want dat is volgens mij wel een natuurwet, dat de gegevenskwaliteit de wensen overlaat. Maar daar heb je dus allerlei middelen en technieken voor om dat te achterhalen. En dan moet je gewoon wat dieper gaan kijken en mensen opbellen en vragen van hoe zit dat. En die diepere technieken gebruikt de overheid dus in ieder geval niet. Althans niet daar waar wij tot nu toe hebben gekeken. Dat is een... ik ben niet verbaasd om dat te horen van jullie. Laten we zeggen, als ik even me beperk tot dat dashboard. Dat dashboard, dat wordt natuurlijk, er worden heel veel gegevens verzameld. Dus ja, ik noem dat maar data hamsteren. Dus er worden allemaal data gehamsterd. En vervolgens komt dat, noemen wij dat in de statistiek, komt dat op het getallenkerkhof terecht. Dus we hebben een grote lading met allemaal getalletjes en dingetjes. En als niemand daar wat mee doet, dan valt het ook niemand op dat daar iets mis is. En zodra je natuurlijk gaat poken en peuren in die data, vind je natuurlijk allerlei rare dingen. Dus een van de aanbevelingen die je misschien zou kunnen doen richting zo'n dashboard is, als je data verzamelt, dan moet je daar feedback op geven. Want als je daar geen feedback op geeft, dan denken mensen, nou ja, ik moet het verzamelen omdat ik het moet verzamelen. En waarom is dat? Nou ja, omdat dat moet. Maar er zit dus nergens een soort incentive op dat die data ook goed moet zijn en dat die data dus ook ergens voor gebruikt wordt. Dus als je nooit iets teruggeeft aan degene die de data verzamelt, dan krijg je op een gegeven moment ook gewoon willekeurige data. Maar zou ik dan de conclusie kunnen trekken dat het huidige ICT-dashboard, dat we dat zoals we het nu hebben ingericht, dat we dat beter ten grave kunnen dragen, omdat we elkaar wellicht voor de gek houden? Ja, dat ligt op het kerkhof, maar omdat we elkaar gewoon voor de gek houden. Nou, nee. Kijk, je moet dit alleen niet als een statisch ding zien. Er was natuurlijk eerst geen dashboard en veel minder transparantie. Nu is de transparantie wat toegenomen. En bij toegenomen transparantie moet je natuurlijk in een feedback loop, plan, do, check, act, deeming circle. Je moet jezelf elke keer weer gaan verbeteren. Wie moet dat dan doen? Ja. Dat feedback, zoals u het noemt. Ja, laten we zeggen, iemand heeft ook bedacht dat dat dashboard er moet komen. Ik weet niet precies wie dat was. Was dat de ministerraad? Ik heb geen idee. Maar kijk, het zijn geen statische dingen. Hè? Dus op het moment dat je gaat beginnen met wat wij dan noemen portefeuillebeheer, je IT-portefeuille ga je beheren, dan heb je dus wat data nodig. Die is in het begin heel slecht. Nou, prima, dan ga je mensen daar feedback op geven en zeggen, joh, die data, het is allemaal hartstikke mooi dat je verzamelt, maar ja, dat van dat honden ook, dat kan natuurlijk niet kloppen, dus zorg dat je dat wat beter doet. En op een gegeven moment zijn mensen er dan gewend aan dat ze bepaalde dingen rapporteren, zeg je, nou, dat is hartstikke goed, maar ik wil eigenlijk nu nog een indicator erbij. Dat wil ik ook hebben. Nou, dan is dat ook weer slecht en dan wordt dat beter. Dus dat is een proces van continue verbetering. Iemand moet dat gaan doen. Ik weet niet wie er nu van is, maar iemand moet dat wel gaan doen. Nou, we gaan daar goed naar kijken. Ja, wat ik me afvroeg, we hebben natuurlijk het vooral gehad over hè, wat er ook niet goed gaat en hoe we, ja, wat ik wel ook in geïnteresseerd ben, hoe we dingen kunnen verbeteren. En de stukken die we ter voorbereiding voor vandaag hebben gelezen, ook van uw hand, daar wordt gesproken over de range rules. Kunt u misschien uitleggen wat het exact is? Want ik vroeg me af toen ik het las, dacht ik, ja, is het niet gewoon gezond verstand? Ja, dat is gezond verstand. En even waar het vandaan komt. Schrijf het af. Ja. Dus even in het kort. Ik dacht dat het in 1996 was. In 1996 in de Verenigde Staten speelt zich dat af. Daar was waarschijnlijk een soortgelijke setting als waar wij nu zitten. De Amerikaanse federale overheid had geconstateerd dat er voor, ik geloof, 200 miljard aan verspilling was.
waarbij ik de aantekening maak wat verspilling is, is een heel lastig verhaal. En wat er, hè, hoe je dat berekent, dat valt allemaal niet mee. Maar laten we ervan uitgaan dat dat een hoop geld was. En dat werd mensen te gortig. Toen is er een wet aangenomen, de wet op de publieke IT-besteding, de Klinger-Cohen Act. En dat is een heel dik boekwerk met hele ingewikkelde zaken staan daarin. En dat boekwerk dat liep echt ver uit, ver voor op de praktijk. En normaal is dat omgekeerd, loopt de wet een beetje achter op de praktijk. We weten het al lang, we doen het al lang, we moeten het alleen nog even vastleggen in de wet. Maar hier was dat een beetje omgekeerd. En daar werd verordeneerd dat er portefeuillebeheer moest komen, dat je als een investment broker aan je IT moest gaan rekenen en tekenen, dat je je benefits moest gaan monetariseren, noem het dan maar op. Dus allemaal ingewikkelde financieel-economische, econometrische-achtige theorieën die daarvoor nodig waren, maar die bestonden helemaal niet. Degene die daar dat moest gaan handhaven. En dat werkt in de Amerikaanse, bij de Amerikaanse overheid anders dan bij de Nederlandse overheid, heb ik begrepen. Het is daar veel centraler, dus er is een Office of Management en Budget. En als jij een project wil doen, dan moet je daar om geld vragen. Nou, dus dat is hier wat anders verdeeld met de lokale democratie. En diegene die daarvoor stond, dat was ene Franklin Rains, die zag hem erbij wel hangen, want die wet was zo dik met allemaal ingewikkelde toestanden. Dus je dacht, ik krijg dadelijk al die projecten langs met allemaal voorstellen, rijp en groen, goed en slecht. En dan moet ik door al die onzin heen waden. En dat wil ik niet. Dus die had gewoon een memootje geschreven van twee kantjes. Die had gezegd, nou, er zijn een paar dingen, die moet ik in ieder geval in mijn in die voorstellen van jullie zien. Want als dat er niet in staat, neem ik het niet eens in behandeling. En dat waren hele banale dingen, zoals een systeem wat al bestaat, dat mag je niet bouwen. En je gaat niet eerst automatiseren, maar je gaat eerst reorganiseren. En als je dat proces op orde hebt, dan mag je het gaan maken. Nou, allemaal van dat soort dingetjes, er waren 8 regeltjes. En dat is gewoon gezond boerenverstand. Dus die Franklin Rains had zoiets van, nou, als we dat niet doen, en ze gaan dat niet doen, dan moet ik allemaal rejections gaan uitschrijven en allemaal gaan uitleggen waarom dat is. En dan ga ik te veel werk doen, dus ik ga daar meteen paal en perk aan stellen. Ja, en dat gezonde boerenverstand, dat is wel handig. Zouden we dat dan in Nederland meer moeten hebben, hè? Dus de range rules, meer gezond verstand in Nederland als het gaat om ICT? Ja, je moet je bedenken. Amerika is natuurlijk wel een heel groot land, maar ook in Nederland zien wij systemen die gebouwd worden terwijl ze er al zijn. Moeten we dat willen? Even wat we dus hierbij wel. Dat is niet verboden, laat ik het zo zeggen. Wat we hier zien is, als we terugkijken, wel twee dingen. Dat Office of Management en Budget, dat is een uitvoerend orgaan van de president. Ja. Dus dat zit ergens hoog in de hiërarchie. Ja. En dat heeft doorzettingsmacht. Ja. Want het zijn inderdaad, ik had het hier ook opgeschreven, boerenverstandregels. Ja, dat die 8 regels. Je kan je niet bedenken dat iemand dat in de wet moet zetten. Maar waar het om gaat is dat ze er niet alleen zijn, maar dat je er vervolgens ook absoluut niet langskomt. Dat je gewoon geen geld krijgt als je er niet aan voldoet. Daar gaat het natuurlijk om. Ja, en ik weet niet hoe effectief het dan bij de Amerikaanse overheid is, want ik heb daar niet meegekeken. Maar in de private sector, waar centraal het geld verdeeld wordt, daar zie je dat je niet zomaar met onzinprojecten wegkomt. Dus als we in Nederland een hele simpele, heldere kwaliteitszeef à la meneer Rains met zijn regeltjes zouden hebben, en we zouden ook zorgen dat je daar echt niet langskomt, dan zouden we enorm veel ellende en verspilling kunnen voorkomen. Dat voorkomt een hoop ellende, ja. Wat je ook wel eens hoort, en dat is volgens mij in het Verenigd Koninkrijk aan de hand, is dat je ook als overheid jezelf dwingt om ook advies bij mensen die er verstand van hebben te vragen. Dat kan. Een beetje wilde jongens soms, misschien zoals u of een paar jongens met zo'n petje achterover die heel anders naar de dingen kijken. Dat is eigenlijk even in de vergelijking met het hondenhok nog die andere buurman, die het niet zelf gaat bouwen, maar die mij wel tips kan geven over hoe realistisch de schattingen van die andere buurman zijn. En hoe ik het op tijd zou kunnen controleren tussentijds. Dat soort ideeën, een soort onafhankelijke
groep mensen die de overheid dus even een spiegel voorhoudt voordat ze ergens instapt. Is dat een gedachte? Kan dat? Kijkt u daarnaar? Zou u daarvoor beschikbaar zijn voor zo'n groep? Dus niet meteen een sollicitatie, maar is het überhaupt denkbaar dat zoiets gebeurt? Het is altijd goed om je eigen kritiek te organiseren. Dat is altijd goed. En wetende, bijvoorbeeld als je kijkt naar die kosten en die doorlooptijden, wij weten gewoon nu keihard dat die initiële schattingen niet goed zijn. Dat betekent eigenlijk dat je daarop moet acteren. Maar dat gebeurt niet. Dus dat is waarschijnlijk een antwoord. Je weet dat je dat niet goed doet. Dus dat betekent dat je daar iets aan moet doen. Misschien moet je met andere schatters aan de gang. Misschien moet je die schattingen door iemand laten bekijken. Ik heb wel eens onderzoek gedaan in de private sector. En daar heb ik gekeken naar de schattingsafwijkingen. En het was zeer frappant. Eén organisatie waarbij de schattingen, laten we zeggen, om te beginnen vrij goed waren, maar bovendien niet een systematische afwijking hadden naar boven of naar beneden, dus geen salamitactiek of, ja, ik ken alleen de Engelse term, dat heet sandbagging. Dat is dat je veel te veel geld vraagt. En dat je dan helemaal op het laatst zegt, moet je eens kijken hoe goed ik het gedaan heb. Ik had maar een helft nodig. De afroomtactiek. De afroomtactiek, dank u. Dus laten we zeggen, daar zat geen enkele bias en geen enkele afwijking, hè, dus geen enkele systematische afwijking. Je zat er wel eens boven, je zat er wel eens onder, maar dat was even vaak. Hè, dus de mediane afwijking van de schattingen was gewoon 1. En het bleek ook dat deze organisatie een aparte groep had die alleen maar keek naar de schattingen. Die hadden dus niks te maken met de projecten. Die hadden niks te maken met de projectleiders of de programmamanagers of wie er ook bij zat. Die hadden alleen maar één belang en dat belang was, wij kijken naar die schattingen en wij kijken of wij het geloven of niet. Dus je kwam niet langs die metrics groep, langs die metriek groep die gewoon ging kijken naar die verhalen. Van ik zie hier een business case, ik zie hier een verhaal over omvang, ik zie een verhaal over doorlooptijd, ik zie een verhaal over kosten. Laten we eens in onze interne database kijken, want ja, als je zo'n groep hebt, die gaat ook al die data verzamelen, dus je gaat heel snel leren. En daar zag ik dus goede schattingskwaliteit en geen afwijkingen die systematisch een politieke bijsmaak hadden. En die konden dan meteen zeggen, hoe is het mogelijk dat er zo'n miserig hondenhokje uitkomt? Die konden dat meteen zeggen, ja. Stel dat je zo'n groep in Nederland zou hebben voor overheidsprojecten. Waar zou die dan moeten zitten? Moet die gewoon helemaal onafhankelijk van de overheid? Moet het gewoon een universitair instituutje zijn? Of moet het ergens een afdeling op het coördinerend ministerie voor ICT zijn? Hoe kijkt u daarnaar? Ik zou zeggen, je kunt dingen uitbesteden die niet core zijn. He, dus wat niet je kern, he, waar je niet in de kern mee bezig bent, dat zou je kunnen uitbesteden. Nou is even de vraag, hoe diep zit ICT in de kern van de Nederlandse overheid? Ik kan het niet helemaal bevroeden, maar ik heb het idee dat er toch nogal eens geroepen wordt van, nou, we kunnen hier en daar dingen bezuinigen en dat kunnen we oplossen met ICT. Dus aan de ene kant is ICT een soort wondermiddel wat bezuinigingen kan realiseren. Dus misschien zit ICT meer en meer in de kern van de Nederlandse overheid. En je hersens moet je niet uitbesteden. Dus als het echt in de kern zit, dan zul je die kennis zelf moeten regelen. En waar je dat precies moet regelen en hoe je dat precies moet regelen, nou, daar wil ik van af zijn. Ik denk dat een rekenkamer, ja, het woord zegt het al, ze rekenen en ze zitten in een kamer. Dus wie weet is dat wat, maar dat is misschien te officieel. Algemene zaken, binnenlandse zaken, ik heb werkelijk geen idee. Maar laten we zeggen, ik zou zelf denken dat je het intern moet organiseren op het moment dat het je core business is. Als dat niet zo is, dan zeg je, ja, wij weten het ook niet, dan moeten we iets inhuren. Wil ik vanaf zijn. We gaan langzamerhand naar het eind van dit voor, mevrouw Fokker. Ja, ik had nog één blokje dat ging over risicomanagement bij de overheid. Maar je kunt dus wel vaststellen dat wij daar als overheid nauwelijks aan doen, aan risicomanagement bij ICT-projecten. Of bent u dat niet met mij eens?
bij nieuwe ICT-projecten is de risicoparagraaf meestal dun. En dat is apart, want als je gaat nadenken over ICT-projecten, dan is het meestal zo, er is al iets. En daar is dus kennelijk iets mee aan de hand. Dat moet moderner, mooier, aangepast, noem het maar op. Daar zijn allerlei redenen voor, die zijn meestal niet heel helder overigens. En dat betekent dus dat je een operationele continuïteit moet waarborgen. En dat betekent volgens mij dat je daar een zware risicoparagraaf op moet zetten. En ik percipieer de, wat ik er dan van meekrijg, percipieer ik de mensen die achter die IT-projecten zitten niet als grote risicodenkers. Overigens, als ik in de private sector kijk, hoog in de boom, zie ik dat wel. Dus laten we zeggen, bankverzekeringswereld, dat zijn risicodenkers. Kunt u dat ook verklaren? Ligt dat gewoon aan hoe wij zijn ingericht of heeft u daar wellicht een andere verklaring voor? Nou ja, mijn verklaring voor Griekenland was, landen kunnen niet failliet gaan. Het kost een bewustzijn, denk ik. Kijk, in de private sector kun je je euro maar één keer uitgeven. En als je dat een paar keer helemaal verkeerd doet, dan hang je. U bent de tweede die vandaag zegt, in het bedrijfsleven gaat de firma failliet en wordt er dus scherper gekeken. Ja. Overheid kan niet failliet gaan en rommel door. Heb ik het goed gehoord? Ja, dus een laag kostenbewustzijn. Mevrouw Maarsot. U geeft net helder aan inderdaad dat de paragraaf over het risicomanagement dun is. En dat er een laag kostenbewustzijn is. U geeft ook cursus over risicomanagement aan de mensen van de Algemene Bestuursdienst. Wat vertelt u hen? Volgens mij niet, maar zeg het, wij hebben een fantastische staf, maar iedereen kan wel eens een foutje maken. Nee, laten we zeggen, ik geef wel eens cursussen op de Zeestraat, maar dat is niet de Algemene Bestuursdienst. Oké, maar inderdaad, de Zeestraat is het ministerie van de Sociale Zaken. Dat zou misschien handig zijn. Daar zitten inderdaad ook mensen daartussen. Maar heeft u het met hen daar ook over? Over het risicomanagement? Ja, dat soort dingen bespreek ik wel. Ook hoe je daar zicht op kunt krijgen. En ik merk wel dat mensen waar je dan mee praat zeggen van, hé, dat is interessant, dat wist ik helemaal niet. Ja. En op dat punt is er dus weer de conclusie, er is onvoldoende kunde over dus hier het risicomanagement. Ja. Merkt u dat dat ook in een vruchtbare voedingsbodem valt? Wordt dat opgepakt? Nou weet je, het is gewoon niet zo makkelijk. Dus je kunt wel zeggen van, nou, je zou dit moeten doen, je zou dat moeten doen, je zou hier snel moeten kijken en daar snel moeten kijken. Maar het is net als met, laten we zeggen, je zit op de middelbare school en je krijgt van de wiskundedocent een sommetje voor en denk je, oh, ik snap het. En dan moet je het sommetje zelf gaan maken en denk je, ja, het is net anders, kan het niet. Snap je? Dus dat is wel lastig. Urebelt, de laatste ronde. Ja, en dat betreft een grondwettelijke kwestie. U zegt ergens dat de autonomie van de landelijke overheid, provincies en gemeenten problematisch is als het gaat om de bedrijfsvoering van de ICT. En ik heb gelezen in de Telegraaf en ook in de notitie dat u eigenlijk bepleit om het huis van Thorbecke, zoals we de staatsindeling op dit gebied noemen, om die te gaan verbouwen. Hebben we nou in Nederland grondwetsherziening nodig om de ICT in goede banen te leiden? Nou ja, ik ben geen staatsrecht. Kunnen we het met net iets minder volstaan? Ik ben geen staatsrechtgeleerde, dus dat weet ik gewoon niet. Wat ik constateer is, er is lokale democratie. Dat betekent dat iedereen zijn eigen beslissingen mag en kan nemen. En ook op het gebied van de bedrijfsvoering. En bedrijfsvoering in het bijzonder ICT. Dus ja, eigen systeem eerst. Dat kan. En je moet je afvragen of dat voor de bedrijfsvoering nou het beste idee is. Overigens is het volgens mij niet verboden door het Thorbecke-huis om samen te werken. Dus je kunt dat ook gewoon op vrijwillige basis doen. Maar ik denk dat daar wel een puntje zit. Ik kijk even rond. Dan zijn we aan het eind gekomen van dit gesprek. Ik dank u zeer. Oh ja, ik vergeet te vragen. Is er nog iets dat u kwijt wil wat we niet gevraagd hebben? Jullie hebben je goed voorbereid. Heel goed. Ik dank u zeer voor dit gesprek. Ik sluit dit gesprek. Ik schors de vergadering. En wij gaan door om 3:15.